De stelling van deze week is dat het weekend een dag langer zou kunnen duren. Wij hebben aan de mensen gevraagd wat ze daarvan vinden. De stelling van de week is: het weekend zou een dag langer moeten duren. Wat vindt u hiervan? Ik zou liever hebben dat het weekend niet op zaterdag en zondag viel. Dat zou ik echt veel prettiger vinden. Oké, en waarom dan? Nou, dan kan je gewoon zelf kiezen wanneer het weekend is. Voor de een is dat dan op donderdag en vrijdag en voor de ander misschien op maandag en dinsdag. Dat lijkt me wel tof. Nou, voor mij hoeft het niet, want ik heb maar 7 dagen in de week weekenden. Ik vind dat het weekend langer moet duren, omdat je dan meer tijd hebt om andere dingen te doen, behalve school. Dan kan je nog langer gaan werken en dan kan je meer aan je toekomst werken bijvoorbeeld. Je kan meer leren voor tijdens school. Ja. En waarom dan? Omdat je dan minder hoeft te werken op school. Dat is leuk. Oké, vind je school niet leuk dan? Soms. Oké, dankjewel. Oké. Weet je dat het weekend een dag langer moet duren? Ja. En waarom dan? Kan je leukere dingen doen met je vrienden of zo. Oké, en vind je het niet leuk om naar school te gaan dan? Nee. Oké, dankjewel. Nou, momenteel heb ik er, vind ik het eigenlijk wel best zo. 2 dagen, een dagje werken voor mijzelf en de zondag een dagje vrij. Ja, ik vind het eigenlijk wel oké zo. Ik vind dat het weekend altijd een dagje langer kan doen. Ja. Oké, en waarom dan? Omdat ik dan een dag langer naar Jopie kan. Oké, dankjewel. Vind je ook dat het weekend een dag langer moet duren? Ja, eigenlijk wel. Het zou wel een heel stuk leuker zijn, maar op een punt ook weer niet. Want anders kom je in de knoop te zitten met school. Vind je school leuker dan het weekend? Nee, eigenlijk niet. Maar goed, ja. Het blijft lastig. Eigenlijk niet. En waarom dan niet? 2 dagen lang, ja, we moeten op jaarbasis kijken natuurlijk. Dat is niet goed voor het land, voor de economie tenminste. Oké. Misschien arbeidsuren per dag kan gekeken worden. Uitrusten is ook nodig natuurlijk, maar langere weekend volgens mij niet nodig. Oké. Nou, eerlijk gezegd, voor mij is het niet direct nodig. Omdat ik sinds 1 februari heb ik altijd weekend. Kortom, ik ben gestopt met werken. Maar aan de andere kant, ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die dat best wel op prijs willen stellen. Ja, een dagje langer, dat is nooit verkeerd natuurlijk. Mm-hmm. En waarom denkt u dat? Ja, toen ik vroeger werkte, dan werkte je toch 5 dagen in de week. En dat was best lang. En als je het kunt, ja, dan is bijvoorbeeld 4 dagen, 9 uur. En dat je toch een dag langer weekend hebt, is dat toch mooi meegenomen, denk ik. Geeft wat meer rust, dan kun je ook wat meer genieten van het leven.